Welkom allemaal. Mooi dat jullie er zijn. Ik zie aardig wat icoontjes onderin, dus we hebben een mooie opkomst. Zoals Reina al aangaf, mijn naam is Edwin Kamp. Ik ben manager van het Twents Fonds voor Vakmanschap. En daar ga ik jullie vanavond kort iets over vertellen. En er is uiteraard ook ruimte voor vragen en opmerkingen na mijn pitch. Twents Fonds voor Vakmanschap, dat is een scholingsfonds. Dat bedoeld is voor iedereen in Twente die een opleiding CQ scholing wil doen tot en met MBO niveau 4. Waarom een Twents Fonds voor Vakmanschap? Nou, we zien in Twente dat wij een arbeidsmarkt hebben met heel veel MBO'ers. En we zien ook een zogenaamde mismatch op die arbeidsmarkt. Dus eigenlijk een verschil tussen vraag en aanbod. Maar nou, we willen heel graag, zoals net gezegd, een leven lang ontwikkelen mogelijk maken voor iedereen in Twente tot en met MBO niveau 4. Nou, wat heel erg belangrijk is, van hoe werkt nu zo'n Twents Fonds voor Vakmanschap? Ik gaf net al aan, het is een scholingsfonds. Via dit fonds kun je een scholingscheck ontvangen. Dat betekent dat je eigenlijk geld ontvangt om jouw scholing, dus een training, een opleiding of een cursus mogelijk te maken. Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je zelf gewoon gemotiveerd bent. We noemen dat ook wel intrinsiek gemotiveerd. Dus dat is motivatie vanuit jezelf komt. Ben je eenmaal gemotiveerd, dan kun je aanmelden via de website van het Twents Fonds voor Vakmanschap.nl. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan word je uitgenodigd voor een zogenaamd loopbaangesprek. Dat was een gesprek tussen jou en een loopbaancoach. Het was altijd fysiek voor corona, maar tegenwoordig is het heel vaak online. En we hopen natuurlijk met elkaar dat het na de zomervakantie weer een fysiek gesprek is. Nou, tijdens zo'n gesprek worden jouw scholingswensen in kaart gebracht. En als je voldoet aan de criteria, die ik zo mee ga noemen, ontvang je een zogenaamde scholingscheck. Nou, die scholingscheck die ontvang je dan uiteindelijk via de gemeente Enschede. De gemeente Enschede is ja, namens de 14 Twentse gemeenten de zogenaamde penvoerder. En zij zorgt ervoor dat alles rondom de scholingscheck netjes voor elkaar komt. En uiteindelijk betaalt de gemeente Enschede ook de opleider waar jij je opleiding gaat volgen. Maar wat ik net al aangaf, wat heel erg belangrijk is, is dat je zelf gemotiveerd bent. En dat de scholing die jij gaat volgen, dus de training, de opleiding, dat die jouw arbeidsmarktpositie versterkt. Dus dat jouw arbeidsmarktpositie op de Twentse arbeidsmarkt beter wordt na het volgen van die scholing. Een ander belangrijk punt is dat de scholing tot en met maximaal MBO niveau 4 mag zijn. Dus je kunt alles doen tot en met MBO niveau. Wat ook belangrijk is, is dat jij in het verleden maximaal een MBO niveau 4 diploma hebt gehaald. Dus dat je zelf geen hoger diploma hebt dan MBO niveau 4. We gaan heel aan, het is het Twents Fonds voor Vakmanschap. Het is ook belangrijk dat je in Twente woont, ook omdat een groot gedeelte van het totale geld bekostigd is door de 14 Twentse gemeenten. Je kunt maximaal 2500 euro per cheque per jaar ontvangen. Dus tot en met 2500 euro kun je een scholing volgen. Die scholing die moet plaatsvinden bij een erkende onderwijsinstelling. Dus een instelling met een label, een predicaat. Dus dat betekent dat de opleiding kwalitatief oké is. En wat ook belangrijk is, is dat we gebruik maken van andere financieringen. Dus werk je bijvoorbeeld in een technische sector, dan heb je daar vaak de zogenaamde O&O-fondsen, scholingsfondsen. En ja, dat geld combineren we dan uiteindelijk met gelden van het Twents Fonds. Maar wat ook belangrijk is om te weten, wat wordt nu eigenlijk betaald? Nou, wij betalen de zogenaamde directe opleidingskosten, zoals opleiding, boeken en arrangementskosten. Wat we niet vergoeden, zijn reiskosten, hulpmiddelen, laptops, iPads, etc. En wat we ook niet vergoeden, zijn zogenaamde branche- of sectorverplichte cursussen, zoals bijvoorbeeld VCA. Dat is een cursus die nodig is in de bouw.
Voor meer informatie kun je kijken op de website Twentfondsvoorvakmanschap.nl of de website die heel erg gericht is op de aanvrager, op de doelgroep. En dat is de website die heet ikbinder.nl. En dan kan ik even spellen ikbinder.nl. Daar zijn ook heel veel blogs en vlogs op van deelnemers die alle opleiding hebben gevolgd via Twentfonds voor Vakmanschap. Nou, dan kijk ik even rechtsonderin naar mijn scherm. Ik zie dat het 21.06 is. Dus mijn 5 minuten pitchtijd zijn voorbij. Er is vanaf nu ruimte voor opmerkingen en vragen. En er is al een handje. Nathalie. Hey. Hallo. Je kwam net met heel veel e-mailadressen en zo. Kunt u dat misschien in de chat zetten, zodat we dat normaal over kunnen nemen? Ja, natuurlijk. Ga ik zo doen. Heel fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Zijn er nog meer vragen? Duidelijk verhaal dus. Edwin, waarom tot MBO 4? Is daar een reden voor? Ja, daar is een reden voor. Wat ik me al aangaf is de Twentse arbeidsmarkt die heeft een hoog mbo gehalte. En we zien eigenlijk dat voor mbo's een leven lang ontwikkelen nog niet echt goed mogelijk gemaakt is. En dat willen we heel graag stimuleren. Dus vandaar dat we specifiek een fonds zijn gestart tot en met mbo niveau 4. En het gaat natuurlijk om de versterking op de arbeidsmarkt. Hè? Dat was dat voor. Maar gaat het dan ook echt om kansrijke beroepen? Ja, het gaat echt om kansrijke beroepen. Dat is eigenlijk wat we altijd faciliteren. Nou ja, soms komt iemand ook tijdens zo'n loopbaangesprek met bij wijze van spreken een arbeidscontract al in de hand. Voor een niet kansrijk beroep. Ja, en ook dan gaan wij overstag. Dus het is een beetje afhankelijk ook van de situatie en de motivatie van de deelnemer. Ja. Okay. Dus kun je ook aangeven op welke sectoren die omscholing dan vooral gericht is? Ja, we zitten heel erg op de techniek. In de techniek is gewoon heel veel werk in Twente. De logistiek, zorg en welzijn, ICT en ook het onderwijs. Dat zijn wel de 5 meest kansrijke sectoren in Twente en eigenlijk ook al een beetje in Nederland. Vivienne, jij hebt ook een vraag. Stel voor, ik heb al eens een opleiding gedaan via het Twentfonds. En het was op gebied van sales. Maar nou ben ik er uiteindelijk toch achter gekomen dat ik toch graag de zorg in wil. Is dat een probleem? Omdat ik dat jaar bijvoorbeeld ervoor een salesopleiding heb gedaan en dan ineens toch denk van ik wil een andere richting op. Is dat... Nee, dat kan, Vivien. Het is sowieso goed om na te denken over je loopbaan en soms veranderen zaken. Je kunt gewoon één keer per jaar een scholingscheck aanvragen voor een bepaalde scholing. Dus jij zou nu opnieuw aan kunnen vragen. Ja. Okay. En ook omdat de zorg een heel kansrijk beroep is. Ja. Ja. Oké. Okay. Is er dan ook, want dat is misschien ook wel een beetje de vraag, is er ook een beperking? Mag je dat elk jaar doen? Of is het ook zoiets van 1, 2, 3 keer en dan is het klaar? Of zit er niet een beperking op, geen limiet? Nee, gedurende de looptijd van het Twentfonds, en dat heeft eigenlijk een looptijd van in totaal 4 jaar, 2019 tot en met 2022. En dan kan iedere deelnemer eigenlijk ieder jaar een aanvraag doen voor een scholingswerk van maximaal €2500. Ja. Dat is een mooi bedrag. Ja, zeker. Ja. En je had net een heel lijstje van waar je aan moest voldoen. Hè? Mm-hmm. Moet je dan aan al die dingen voldoen? Of komt dat in het gesprek verder naar voren? Nee, je moet aan al de criteria voldoen. Wat ik misschien vergeten ben te melden. We hebben een zogenaamde, een beetje ingewikkeld woord, hardheidsclausule. In sommige gevallen, als je niet voldoet aan een bepaald criterium. Maar
als de scholing die hij wil doen wel heel erg kansrijk geacht wordt, ja, dan kan daar wel een uitzondering op gemaakt worden. Maar in principe moet je voldoen aan alle voorwaarden. En die zijn eigenlijk ja, vrij licht, die voorwaarden die ik noemde. Ja. Ik hoorde net, ik ben er, hè? Dat is soms toch? Ja, dat is een beetje verhaspeling. Dat is wel een beetje, het klinkt wel enigszins Twents. Yeah. En ik ben er dus eigenlijk de communicatiecampagne van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Als ik het zo zelf uitspreek, Twents Fonds voor Vakmanschap, dat bekt niet echt heel erg lekker. Dat was eigenlijk een beetje de beginnaam van de oprichting van het fonds. En ze kwamen eigenlijk wel achter van, nou, misschien moeten we met iets gelikter komen, zeg maar, wat de doelgroep wat meer aanspreekt. Dus vandaar ikbender.nl als communicatiecampagne. En dat betekent dan in ik ben er? Of ja, er zijn verschillende uitleggen van ik ben er. Wat we in ieder geval hebben beoogd, of in ieder geval het communicatiebureau, is dat het zeg maar een krachtterm is, gewoon een hele sterke naam. Misschien een aantal van jullie wel baller. Vanuit het voetbal geïnspireerd op een beetje ja, zo'n t-shirt-achtig merk. En ja, dat is ook een krachtige naam en ja, die hebben we eigenlijk gehanteerd. Ja. Nathalie, je hebt nog een vraag. Ja, daar ben ik weer. Hi. Die criteria waar jij moet voldoen, hè? Ik heb ze misschien niet helemaal helder meegekregen. Staan die ook gewoon op de site dat ik dat nog eens na kan lezen? Ja, natuurlijk. Ja, op Twents Fonds voor Vakmanschap.nl, dat is eigenlijk een hele eenvoudige site van, ja, we noemen dat een zogenaamde one-pager. Eigenlijk zo'n één pagina site en daar staat alles heel duidelijk op, ook de criteria. Ja. Heel mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Zijn er verder nog vragen? Alles duidelijk. Zijn er mensen die nu zeggen van, goh, ik ga daar toch eens naar kijken? Zijn mensen nu gemotiveerd om naar Twents Fonds voor Vakmanschap te gaan? Vivienne? Ja, absoluut. Ga ik weer doen. Ja, zeker. Want jij hebt ervaring. Ja? Ja, ik... nee, sorry, jij vroeg wat. Je hebt ervaring, hè? Ja, want omdat je het al een keer hebt aangevraagd. Hoe was dat voor je? Was het makkelijk? Was het moeilijk? Misschien kun je even je ervaring van de eerste keer delen. Nou ja, je moet natuurlijk wel je motivatie helder hebben van waarom je iets wil. Dus dat is... nou ja, ik heb het inderdaad aangevraagd. Begonnen bij het werkloket. En die hebben mij dus gewezen op het Fonds van Vakmanschap. Het werkloket die heeft mijn motivatie in behandeling genomen. En toen is de vergoeding vanuit het Fonds van Vakmanschap heeft plaatsgevonden. En ik heb dus echt een hele mooie opleiding mogen doen waar ik heel erg blij mee ben. Dus het is niet dat het heel moeilijk is om... Maar het is wel zoiets van, ja, laat wel duidelijk weten waarom je iets wil. Maar wel een rader dus om wel die stap te nemen. Ja, dus dat was best wel laagdrempelig. Dus vrij eenvoudig om te doen. Dus ja, heel duidelijk en wel qua communicatie ook. Goed om te horen. Ja, mooi dat je dat met ons wel wil delen.